Het dooide vandaag een beetje, maar veel vogels hebben het nog steeds zwaar door de kou. Op sloten en plassen ligt namelijk een dikke laag ijs. Eenden en zwanen kunnen daarom moeilijk aan eten komen. Dierenambulances in het hele land krijgen veel telefoontjes van mensen die zwakke of zieke vogels vinden. De mensen van de dierenambulance in Almere zijn op pad om te kijken hoe het gaat met de watervogels in de buurt. De kou, daar kunnen ze wel tegen, maar ze hebben vooral honger. Ja, ze kunnen zelf nog geen voedsel vinden. Dus wij vinden het onze taak dat wij de dieren een beetje bijvoeren. Vooral zwanen hebben het moeilijk in deze tijd. Zwanen zijn grote vogels. Grote vogels hebben ook veel eten nodig. Als wij bijvoeren of ze zoeken zelf eten, dan zijn altijd kleine vogels veel eerder ter plekke en die kapen het eten voor ze weg. Het grootste probleem voor de zwanen als ze geen eten binnenkrijgen is dat ze dan hun eigen lichaam niet goed meer kunnen dragen. Ze worden zwak en ze gaan bijvoorbeeld door hun poten heen zakken. Nou, als dat gebeurt, dan haalt de dierenambulance ze op en dan komen ze hier terecht in het vogelopvangcentrum in Naarden. De allerzwakste zwanen zitten binnen. Die worden een tijdje extra goed verzorgd tot ze weer naar buiten kunnen. In de opvang zitten nu veel meer zwanen dan normaal. Er zitten nu rond de 34 zwanen en normaal gesproken een stuk of 10, dus dat is relatief veel meer. Pas als de kou helemaal voorbij is, worden de zwanen weer vrijgelaten. Om te zorgen dat ze hier niet komen, kun je ze dus bijvoeren, zoals de mensen van de dierenambulance doen. Maar er zijn deskundigen die er anders over denken. Die zeggen, je moet niet bijvoeren, want dan gaan de zwakke vogels dood en blijven alleen sterke vogels over. Wat vind jij? Onze stelling is, vogels moeten zichzelf redden, dus je moet niet bijvoeren. 20% van de stemmers is het daarmee eens en 80% zegt oneens. Ik vind het ook wel goed, maar ook weer niet goed, want ze moeten toch ook wel zelf op pad. Want anders worden ze lui, zeg maar. Ja, ik vind het wel goed, want dan hebben die diertjes ook eten en dan verhongeren ze niet door de winter. In de natuur is het ook zo, de sterkste blijven altijd leven en de zwakste gaan dood. Bij de dierenambulance komt een telefoontje binnen over een zwaan die midden in Almere een weg blokkeert. Het is zo, waarschijnlijk wordt deze zwaan daardoor mensen gevoerd. Dan gaat hij dus de wijk in. Hij weet dat hij daar gevoerd wordt, dus vinden we hem in de wijk terug. Het lukt om de zwaan weer veilig naar de waterkant te jagen. En daarna kan de ambulance weer verder op naar een nieuw dier in nood.